laatste dagje vandaag in Lissabon. We gaan nu nog even Berkie doen bij Manifest weer. En daarna gaan we heel veel naar de markt en rijden we door naar Lagos. Ik heb vandaag dit Jurf Avenue setje aan, zo met de mes. Met mijn nieuwe Bettina Vermilion slippertjes. En ik doe nu voor Berkie even dit tasje bij. Het is ons laatste dagje in Lissabon. We hebben net nog heel even lekker gegeten bij Manifest. Ik had heerlijke chocolate pancakes. Ik zal even een clipje ervan laten zien. Het was echt delicious, was vegan. En nu zijn we bezig met tas inpakken. Om alvast klaar te zijn. We rijden namelijk vanmiddag naar de markt naar Lagos. En we gaan daar dan nog even een paar dagen chillen. En dat laat ik natuurlijk of course ook zien. En nu gaan we lekker naar een marktje in Lissabon. Die is er volgens mij op dinsdagen en zaterdagen. En best een grote markt geloof ik. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, we zijn net uit de Uber. En als je dus door deze poort heen komt, dan ben je gelijk op de markt. En beginnen dus de kraampjes. Het is echt heerlijk nu. Kijk hoe cute het is, jongens. Wacht. Love it. Kijk hoe mooi. Kijk hoe leuk, jongens, deze vaas. Heel mooi. Oh, zulk soort hebben wij van de Arquette. Ja, dat is waar. Oké, babes, de eerste damage is dan. Ik heb echt een heel schattig ringetje gekocht. Een bloemetje met allemaal verschillende kleurtjes. Het is niet echt goud, maar wel vinden om gewoon bij een outfitje te snijden. Als onderzet is, wat echt heel fijn is. Oké, babe, Staf heeft even onderhandeld. En ik heb dit schattige cointasje gekocht. Hoe fun. Love it! Kijk hoe pretty deze lamp is. En dat setje. Dit zijn dus allemaal soort van nog winkeltjes achter de markt. Love it! Oké, babes. Na de markt was ik even gestopt met filmen. Het is nu 2 dagen later. En we zijn nu in de Algarve in Lagos. Dus we zijn aangekomen. We zijn dus hierheen gereden. En eergisteren aangekomen. Maar ik voelde me laatst niet zo lekker die dag van de markt. Dus toen was ik heel even gestopt. Gisteren hebben we gewoon gechilled op het strand. En nu zijn we bij de 3 punten. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar het is 3 punten. Om dat even te zien, want het is vandaag nog niet heel lekker strandweer. Dus we zijn er even op uit. Maar het is wel heel mooi. Wij zijn weer weg van het uitkijkpunt. We staan nu even in de haven van Lagos. En we gaan hier gewoon even lekker wandelen. Volgens mij zijn er ook wat kraampjes daar. Overdag zijn die wel open. 'S avonds om 7 uur zijn ze in ieder geval al weg. Dus dat moet je even overdag doen. En we lopen even ergens hier lekker te lunchen. Oké, we lopen nu net boven het haventje. En we gaan bij Portofino eten. Het is een Italiaan.
Good morning, het is ons laatste dagje hier. We zijn nu lekker aan het uitchecken en dan gaan we naar een outlet, wat super leuk is. Het is de outlet van Algarve. En ze hebben er bijvoorbeeld Prada en Bambi Ilola. Dat is een nieuw merkje dat ik heb ontdekt waar ik een hele leuke boek van heb. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb weer een heerlijk chill outfitje aan. Linnen broekje van H&M. Top is Sarah en braletje ook. En dan gewoon mijn Balenciaga sneakers voor straks op het vliegveld. Maar sorry dat ik niet zoveel in de Algarve heb gefilmd. We hadden niet echt de ruimte om dat te doen hier. Maar het was wel heel lekker en ik neem jullie vandaag gewoon nog even lekker mee. Oké, we zijn nu in de Levi's. Wes heeft twee hele leuke modelletjes gedaan. De 501 is of course het beste modelletje van Levi's. Maar twee hele leuke kleurtjes. Niet te recht, maar ook niet te baggy. En ik ga nu ook even kijken voor een broekje van mij. Oké, ik heb nu ook de 501 aan. Voor vrouwen. En ik twijfel of ik een maatje kleiner nog moet doen. Die vrouw zei van wel, maar I don't know. Maar ik moet hier echt heel erg aan wennen. Ik weet niet of het... of dit te strak is of zo. I don't know. Oké. Ik heb dus toch een maatje kleiner. En ik heb nu een langere lengte aan. Dit is een... 32 lengte? Ja, 32. Dat vind ik leuker. En het modelletje vind ik ook leuk. Alleen ik vind deze kleur minder leuk dan deze kleur. Alleen die hebben ze helaas niet in mijn maatje. Dus ik ga nog even twee keer checken. Maar, I don't know, maar misschien hebben ze nog wel ergens anders. Oké, we lopen de Levi's weer uit. Ze hadden een deal van als je 3 jeans doet en 2 truien ben je ongeveer 200 euro kwijt. Dus ik heb uiteindelijk toch nog voor 50 euro een jeans en een sweater gekocht. Dus die zal ik nog even laten zien zo. En nu gaan we weer door. Ze hebben sowieso nog die Bambi Ilola store en de Prada waar ik naartoe wil. Heb jij nog iets daar? Ik weet niet of... Oké, babes, kijk wat ik spot. Love it. Oh my god, babes. Kijk die oorbellen. I love it. Hoe heerlijk is dit? Kijk hoe fun. Oh my god. Ja, dus ik kan nu al niet meer kiezen. Deze vind ik leuk. Is een mobiel tasje. Deze, I love it, maar heb ik al van Gani. Blauw is ook heel fun. Love it. En deze kleur vind ik ook heel top. Dit ook, maar hier past echt niks in. Daar hangt mijn broek. Oh my god, dit is dus wat ik bedoel. Hier heb ik dus een broek van. Oh nee, ze hebben de top er nog van. Oh my gosh. Oké, babes, kijk hoe fun. Echt, I love them all. Oké, ik heb nu het shirtje aan. Hier heb ik dus ook de broek van. En ik denk dat het wel fun is op elkaar. Kijk hoe fun deze is, ook super licht.